Opgave 6. De luchtdruk neemt af met de hoogte. Zie de tabel. Vraag A. Toon aan dat er sprake is van een exponentieel verband tussen de luchtdruk en de hoogte. En stel de formule op van de luchtdruk. P en de hoogte H. Neem hierbij P in hectopascal en H in kilometers. Nou, gelukkig hoef ik daar verder niet op te letten, want in de tabel staat alles in hectopascal. En de hoogte staat in kilometers, daar moet ik wel op letten, want in de tabel staat de hoogte in meters. Dus daar moet ik straks even iets bij het formule maken heel erg goed op letten. Oké, eerst de eerste stap. Toon aan dat er een exponentieel verband staat. Een exponentieel verband, daar hoort de formule bij, n is b keer g tot de macht t. Die g die staat hier keer, steeds een vast getal wordt ermee vermenigvuldigd. Dat betekent dat ik in de tabel steeds op zoek ga naar een vaste vermenigvuldiging. Steeds met een vast getal moet hier keer gedaan worden. Ja, mits aan de bovenkant ook steeds hetzelfde erbij komt. Dus aan de bovenkant zie ik komt er steeds 1000 bij. Dat betekent als het exponentieel is, dat aan de onderkant steeds keer een vast getal wordt gedaan. Nou, hoe kom ik achter dat vaste getal? Dan moet ik het omgekeerde van keer doen, moet ik gaan delen door. Ik neem steeds de nieuwe waarde gedeeld door de oude waarde. Dus 897 gedeeld door 1013. En 793 gedeeld door 897. En zo ga ik het hele rijtje af. Daarna ga ik ze allemaal uitrekenen met de rekenmachine. En dan ga ik de getallen die eruit komen met elkaar vergelijken. Nou, deze getallen die zijn afgerond bijna allemaal hetzelfde. Als je heel snel kijkt, dan zou je kunnen zeggen, er komt allemaal 0,885 uit. Het is niet zo, want deze zit er eentje naast, is 0,884 en 0,886. Maar het lijkt wel ontzettend op 0,885. Nou, als dat het geval is, dan is er sprake van een exponentieel verband. Nu moet ik de formule gaan maken. En de standaardformule ziet er zo uit. N is b keer g tot de macht t. De b is de beginhoeveelheid. Nou, de hoogte op zeeniveau is 1013. Dan krijg je de groeifactor, die 0,885. Ja, tot de macht t. Dat zie je natuurlijk een beetje gek, want we zitten in hoogte. Dus hier moet tot de macht h komen. Dan zit ik gelijk met het eerste getal. Ja, dat is natuurlijk nu niet een n, maar dat is de luchtdruk in hectopascal. En ze zeggen, daar moet je de letter p voor nemen. Oké, ik bouw de formule even om. B is 1013 de beginhoeveelheid keer de groeifactor tot de macht h. En opletten, de h die moet in kilometers. Vraag B. Hoe is in de groeifactor terug te vinden dat bij toenemende hoogte de luchtdruk afneemt? Nou, je ziet hier de groeifactor. En de groeifactor is een getal kleiner dan 1. Als de groeifactor kleiner is dan 1, dat zeggen hij zit tussen de 0 en de 1 in, betekent dat het een dalend exponentieel verband is. Dus een dalend verband. Nou, kun je in de tabel ook zien, hè? 1013, we gaan 897, 793, je ziet de luchtdruk, zie je aflopen. En in de formule kun je dat dus zien, doordat de groeifactor kleiner is dan 1. Vraag C. Een expeditie heeft op hoogte van 7500 meter een kamp opgeslagen op Mount Everest. Bereken de luchtdruk op die hoogte. 7500 meter, dat is de hoogte. Ze willen graag dat ik de luchtdruk uitreken. Nou ja, dat doe je natuurlijk met de formule. De formule is 1013 keer 0,885 tot de macht h. Als ik de h weet, kan ik de formule gebruiken. H is 7500, nou niet helemaal, want de zon moest in kilometers, dus de H is 7,5. Ik vul nu in de formule op de plaats van de H 7,5 in. Met de rekenmachine reken ik dit uit en ik rond het gelijk af naar geheel. Want hier komt 402,21 uit, maar dat is een veel te precies getal voor de luchtdruk. Zo nauwkeurig wordt het nooit gemeten. Dus we zeggen, dit is, oh sorry, 405 komt eruit. Nou, 402 kom. 405,21. Dat is er precies. Dus dit ronden we af naar 405 hectopascal.